We zijn hier bijeen voor de 30ste bijeenkomst van de Tilburg University Society. Hier in de mooie pleinzaal in De Witte op 11 mei 2017. Om een heel belangrijk thema te bediscussiëren. Uitdagingen voor overheid en markt op het terrein van energietransitie. We hebben twee eminente sprekers. De eerste spreker is professor Saskia Lavrijsen. Die gespecialiseerd is op het gebied van regelgeving, maar ook governance van energietransitie. Zij zal vooral het probleem vanuit de consument en ook vanuit de overheid benaderen. De tweede spreker is dokter Henk Don, oud-directeur van het Centraal Planbureau en inmiddels bestuurder van de autoriteit Consument en Markt. En die zal vooral een insteek hebben vanuit de marktzijde van het energietransitieprobleem. En daarna hebben we natuurlijk weer een discussie, waarschijnlijk in twee ronden, onder Chatham House Rules. En daar zal iedereen zijn zegje kunnen doen en zijn vragen kunnen stellen. Mijn betoog gaat erover dat we actie moeten ondernemen om de klimaatverandering tegen te gaan. We zagen de regeringsleiders juichen tijdens het ondertekenen van het akkoord van Parijs. Maar de vraag is, gebeurt er nu genoeg en gebeurt het op tijd? In Nederland zijn we nu bezig met de onderhandelingen over de coalitie, over een nieuw coalitieakkoord. Het is belangrijk dat er belangrijke keuzes worden gemaakt die ervoor zorgen dat we naar een koolstofarme economie gaan. De rol van de overheid en de wetgever spelen daarbij een belangrijke rol. Het is zeer belangrijk dat de overheid nu een lange termijn perspectief creëert. Duidelijkheid biedt aan investeerders, aan partijen en aan consumenten. En ervoor zorgt dat de wet wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de markt. En er ook voor zorgt dat de transitie naar een duurzame energievoorziening wordt bereikt. En daarbij is het erg belangrijk dat er innovatie wordt gestimuleerd om de belangen van een betaalbare, duurzame en leveringszekere energievoorziening te garanderen. In mijn betoog licht ik een aantal elementen toe waarop de wetgeving nu achterblijft. Onder andere, de wetgeving heeft nog nauwelijks ruimte voor de actieve consument, voor consumenten die zelf hun energie opwekken of voor energiecoöperaties die steeds belangrijkere rol spelen in Nederland. En Nederland moet de wetgeving daarop aanpassen en zorgen dat deze nieuwe ontwikkelingen ook daadwerkelijk kunnen bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Ja, allereerst dat de markt ook zijn werk moet kunnen doen in de energietransitie en dat het niet alleen van de overheid moet komen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor de consument, daar wordt nogal wat van verwacht. Die moet op allerlei manieren reageren op prijsprikkels die na de energietransitie op de elektriciteitsmarkt een belangrijke rol spelen. Hij kan zijn vraag aanpassen, hij kan wellicht ook zelf zijn productie gaan leveren en aanpassen aan prijzen op de markt. Maar dat moet hem dan wel makkelijk gemaakt worden, anders zie ik het niet gebeuren. En ik denk dat daar de markt ook een uitgelezen positie heeft om dat te kunnen bedienen. Die moet daar dan wel uitgedaagd worden, maar daar ligt een belangrijke rol, denk ik. Dat kun je vanuit de overheid niet allemaal verzinnen. En hetzelfde zie je eigenlijk ook op andere fronten. Waar ik me een beetje zorgen over maak, is dat er tegelijkertijd een tendens is om juist weg te bewegen van de markt. Dat mensen een ideaal beeld hebben van zelfvoorziening. En als we nou maar zelf onze eigen energie regelen, dan hoeven we niet meer aan het net te hangen en hebben we met de rest van de wereld niks meer te maken. Ja, dat is de dood voor de markt en een dood ook voor efficiënte oplossingen. Hoe je die elektriciteit en die andere energie met elkaar zo goed mogelijk produceert en consumeert. Dus hou je alsjeblieft aangesloten in dat energiesysteem. We zijn niet voor niks verbonden met de rest van Europa in een goed energiesysteem. Dat is juist ook om dat soort redenen. Dat is veel efficiënter, veel goedkoper ook uiteindelijk voor alle partijen. Dus maatschappelijk belangrijk dat die markt zijn rol kan spelen.